Ze zijn weer begonnen, de 40 dagen waarin we vasten, tussen carnaval en Pasen. 40 sobere dagen, waarin we even laten wat we normaal zo graag doen. Toch valt het op dat steeds minder mensen hier gehoor aan geven. Waar carnaval steeds populairder wordt, wordt het vasten steeds vaker overgeslagen. Hallo. Zo. Hallo. 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 Zo. Nou, Dini, u vast eigenlijk, of nou, u heeft eigenlijk gevast in uw leven, hè? Maar ja. Hoe ziet het vasten er nu nog uit? Nu, ik denk bij de meeste mensen, wordt er niet meer gevast. Nee? Nee, heel weinig. Heel weinig, oké. Okay. Ja, dat is heel jammer eigenlijk, want ze hebben dan ook geen besef meer van het geloof natuurlijk. En dat was in de vastentijd, dat mocht je eigenlijk minder eten. Minder. Als ouders, als volwassenen. Uh-huh. Hè? Dan gingen ze volwassenen gingen wat minder eten. Dus, maar ze moesten wel eten omdat ze ook heel hard moesten werken. Ja, precies. Hè? Dus de volwassenen eigenlijk, hè? Dus de ouders, die mochten wel wat meer eten. Ja. En hoe zat dat dan bij de kinderen? En de kinderen, die hadden dus, die gingen vasten bijvoorbeeld, mochten geen snoepjes in de week. Nee, ja, je kreeg wel eens bij iemand een snoepje bijvoorbeeld. En dan deed ik een vaste trommeltje. En dan hadden we allemaal vaste trommeltjes thuis. Dus u had ook zo'n vaste trommeltje? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, heerlijk. Alle meisjes uit de buurt. Vasten hoeft natuurlijk niet iets ouderwets te zijn. Het komt ook nog in andere religies voor. Ze hebben het altijd wel over die Ramadan of wat is het? Ja, want dat is het verschil tussen Ramadan en het vasten. Ja, eigenlijk is het, die doen het nog heel streng. Ja. Dat is het grote verschil. Mm-hmm. Hè? Die in hun geloof doet ze. Eten ze helemaal niet overdag. Hè? In onze vaste tijd was het wel dat je nog wel mocht eten. Want mensen moesten ook zo hard werken op het land en weet ik wat allemaal. Hè? Ja. Boodschappen kan dan ook best een uitdaging zijn met al die lekkere aanbiedingen. Hey, en dit soort dingen, wat doen we daar dan mee? Nee, dat hoort niet bij de vaste tijd. Nee, precies, daar moeten we voorbij rijden. Ja, daar moeten we allemaal voorbij rijden. En ja, hey. En hakelslag op brood was er dan ook niet. Nee, hè? Dan is het helemaal geen zoetigheid meer. Nou, jam of zo. Dat kon nog wel. Ja. Hey. Het gaat er eigenlijk om dat je voor jezelf een versterving doet. Oké, okay. Dus voor jezelf een soort van challenge, een uitdaging. Ja. En dat is eigenlijk al vaste. Ja, ja. Want als je nou iets heel graag hebt. Ja. En je doet het niet in de vaste tijd, dan is dat toch een versterving. Hé, hey, maar deze hoort er eigenlijk niet bij, toch, bij de vaste tijd? Nee, dat is waar. Dit is, maar mijn man die vindt die zo lekker. Oh, ja.